En die hoort erbij. Kijk, dit zijn met z'n drieën. Ze gaan overleggen. Ze willen, op een manier willen ze iemand rollen. Super tof dat jullie weer kijken. Mijn naam is Gijmen en we gaan vandaag weer op zakkenrollersjacht. Kijk, deze beesten hebben ook veel gehoord over zakkenrollers. En dat beestje is gewoon heel slim. Die denkt, weet je wat toe? Ik ga gewoon een eigen eilandje maken. He? Bij het slootje daar. En dan kunnen de zakkenrollers niet komen. Nou, heel slim van deze. Ja, wat is het voor vogel? Die vonden aparte vogeltjes. En die kleintjes worden ook hier opgeleid. Kijk, werk. Hey, lekker jongens. Ik ga even lekker de bubbelbadje in hier achter. Even relaxen voordat de boeven komen straks. Het bubbelbad die wordt even een beetje warm gedraaid. Nou. Lekker! Zij is van het kaashuisje en gaat even uitleggen aan deze toeristen hoe kaas gemaakt wordt. En dat doet ze meerdere talen. Dat doet ze beter dan ik in het Engels. Nou, het is nog heel rustig hier. Wordt goed voor mij gezorgd. Ik heb van deze personeel van Zaanse Schans een lekkere kop koffie aangeboden. Nou, beter kan het hier niet op de Zaanse Schans. Hi allemaal! Nou, het is vandaag echt bloed en bloed warm. Ik denk dat het wel 30 graden hier is. Het is echt code geel, code rood qua warmte. Nou, bij mij is het code rood in mijn hoofd. Ik heb al, ben hier al vijf dagen loop ik hier op de Zaanse Schans. En ik heb echt nog ene zakkenroller opgedaan. Dus vandaag moet het echt gebeuren. Code rood in mijn hoofd, dus ook code rood voor de zakkenrollers. Ik heb als het goed is 3 zakkenrollers opgedaan. Die lopen straks hier achter mij. Ik heb ze op de brug gezien. Er zijn volgens mij 3 man. En als je goed oplet, dan komen ze straks mij voorbij. Even kijken, ja, ik zie hier in de verte zie ik al wat rood. Ze staan daar een beetje. Ze komen nou dichterbij, ze blijven daar een beetje staan. Het gaat om deze 2 en die andere 2 lopen hier binnen, 4 personen. Oh my god, gewoon 4 zakkenrollers, 4 jongens, niet normaal. Dit zijn 4 zakkenrollers, welkom op de Zaanse Schans. Het gaat om die 3 en dan loopt er nog eentje. En dit is de 4e. Dus ik ben super blij. Ik heb 5 dagen hier op de Zaanse Schans gelopen. 5 dagen. En nu eindelijk heb ik 4 zakkenrollers op het oog. Ze zijn wel super scherp. Dus ik moet echt super, super goed opletten. Dit is echt mega vet. Ik ga ze filmen voor jullie, jongens. 4 foute gasten. 4 zakkenrollers op de Zaanse Schans. 5 dagen geduurd. En nu eindelijk zijn ze er. Ik ga ze mooi filmen. Hier loopt die ene man hier met die kremige jasje, een oude mannetje. Dan ga ik even goed kijken, ik moet tussen al die mensen kijken. Het gaat echt allemaal heel snel. Kijk met de oranje. Kijk, deze man in het oranje. Die hoort er ook bij. Grijze komt er zitten tussen. Je moet echt goed kijken jongens. Dit is die man in het grijs. Die oranje hoort erbij. Hij niest even deze in het oranje. Oh my god, het is spannend. Wie gaan ze rollen? Ik moet jullie even wat laten zien. Deze 3 gasten, hè, die 4e gast, die zit hier voorin in het oranje. Deze 3 gasten, deze 2 die zijn aan het overleggen hoe ze die tas open kunnen krijgen van deze Aziat. Ze is met z'n 2 in het overleg. Deze kijkt om zich heen. Hij zit al met zijn hand tegen die tas aan. Ik weet niet of daar die rit zit. Maar ze zijn met z'n 2 aan het overleggen. Dan spoel ik hem even een klein stukje verder. Dan zie je dat die dus samen aan het overleggen zijn. Dan als het goed is gaat hij deze gozer in het zwart. Deze gozer gaat hij tikken van ga maar naar voren toe. Nou, hij gaat naar voren toe. Kijk eens. En dan moet hij daar afleiden. En dan gaan zij, die 2, dit is die andere persoon, die loopt ook helemaal te stressen. Helemaal gekke werk! Maar nou komt de spanning. Kijk, oh, eventjes iets terug, ik ging iets te snel. Kijk hoe snel dat gebeurt.
Dan doe ik hem weer even terug. Hij dikt dit stukje af, deze gozer in het zwart. En hij wil namelijk dan op dat moment, wil hij die persoon gaat rollen, die Aziat. Kijk maar, kijk. Hij gaat naar die tas toe. Wilt die tas openritsen, maar dat komt net aan de andere kant. Wat wij net niet kunnen zien, komt er zijn vriend aan en dan stopt hij. Kijk maar. In één keer gaat hij met zijn hand weg. En ja, het was dus bijna geluk. En deze zat ook te balen. En straks zie je het filmpje even helemaal niet snel. En dan zijn ze weer even aan het overleggen en dan denken ze, oh shit, niet geluk, zegt hij. Want die vriend kwam erbij van die Aziat. Dus een poging mislukt en dan sluiten ze weer aan. Hij kijkt nog even, zijn aan het overleggen. Dit zijn echt, oh nee, laat maar, piepgasten. Kijk die kop van hem kijken. Jullie kunnen het niet goed zien, want ik moet die gasten blurren waarschijnlijk. En die hoort erbij. Kijk, dit zijn met z'n drieën, ze gaan overleggen. Ze willen, op een manier willen ze iemand rollen. Gaat straks gebeuren. Deze houdt deze kant in de gaten. En deze drie die horen bij elkaar. En die zoeken een slachtoffer. Om rug op rug iemand te rollen waarschijnlijk. Dan gaan ze eromheen staan. Ze zoeken een slachtoffer. Ze doen net of ze aan het bellen of ze een fotootje aan het maken zijn. Maar ze doen helemaal niks. Hier loopt die oranje, die houdt de uitkijk. Deze, kijk, deze hoort bij elkaar. Deze drie. Ze zoeken een slachtoffer. Om iemand te kunnen rollen, maar ze hebben nog niemand. Oh my god, mega spannend dit. Mega vet, jongens. Ik zit helemaal te shaken. Oh jee, ze gaan weer die telefoontruc doen, volgens mij. Weer met dat bellen. Waar is die vierde nou? Ik ben die vierde even kwijt. Nou, hier in het kremige. Weer die telefoontruc, die man met die petje hoort erbij. En zoek gewoon een slachtoffer. Kijk, deze twee hoort hierbij. En hier lopen ze weer. En dan gaan ze slachtoffers zoeken, jongens. Weer lopen ze met z'n viertjes. Mooi in beeld, alle vier. De grootste boeven. Die moeten gepakt worden. In de boeien. In de boeien moeten ze. Het wordt helemaal gek, jongens. 5 dagen op de Zaanse Schans gelopen. En nu eindelijk 4 zakkenrollers op het oog. Vergaderen weer, overleg wat ze moeten doen. Kijk, deze hoort erbij. Die is even op zijn telefoon aan het kijken. En kijk, hier staan ze weer met z'n drietjes te overleggen. Kijk jongens, aan overleggen. Ze hebben deze man in de gaten met die rugtas. En dan, kijk. En dan gaat hij erachter staan. Kijk, durven niet. Ze zijn nerveus, kijken om zich heen. Hij heeft een rugtas en hij wil overleggen. Hij wil namelijk net doen een foto maken. Die andere twee moeten aansluiten. En ze zijn nerveus, kijk, hij heeft een rugtas. Deze Aziat, denk ik. Dus daar zit geld in. En deze twee wil aansluiten en die andere twee moeten ook komen om af te schermen. En die andere twee staan daar op de uitkijk. Misschien dat ze met z'n vieren bij elkaar komen. Johan, ze zijn nerveus, ze zijn echt nerveus. Kijk, nou gaat het gebeuren. Hij wordt hier denk ik tegengehouden, fotootje maken. Kijk, misschien een truc. Nee, ze laten hem gaan. Ze zijn nerveus. Wachten misschien hier, hier lopen ze weer met z'n vieren. Ze kijken echt veel te veel om. Ze zijn echt gewoon heel nerveus. En dit is gewoon nog niks gebeurd helaas. Dus ik ben bang dat ze misschien gaan stoppen. Maar je ziet gewoon die gasten volop in beeld. En daar gaat het om. En ik doe die filmpje gewoon eventjes op mijn YouTube kanaal. Dat je gewoon kan zien wie die gasten zijn. Want ze zijn gewoon landelijk zijn ze actief bezig. Want ze waren op de Zaanse Schans bezig. En ze proberen ook mensen te rollen, maar ze waren zo scherp. Helaas zijn ze toch ontkomen. Ze hebben de auto gepakt en zijn naar huis gegaan. Ik kon ze niet aanspreken. Ik heb ze ook niet aangesproken. Ik heb liever dat ze gewoon goed op beeld staan. En dat hopelijk dat de mensen zijn die nu kijken. En die deze misschien straks ergens anders opdoen. Ja, nou, ondanks dat het is geen echte topfilmpje. Maar ik denk, ik zet hem maar even erop. Hè? Toch eventjes duimpje omhoog dan maar. Hè? Niet voor die gasten, hè? Want dat zijn echt klootzakken. Duimpje omhoog. Hieronder zie je mijn kopje. Toch maar even abonneren. En volgende keer toch een beter filmpje. Maar het gaat erom. Het gaat om dat die koppen van die gasten erop staan. Ja? Oké, groetjes.